De boomfeestdag in zomer vond op woensdag 14 november plaats bij de nieuwe basisschool Leerrijk. Rondom de school werd een aantal linden geplant. Tussen de 150 en 175 euro kost één boom. Maar er staat dus op de kwekerij. Als jullie de bomen tellen, dan weten jullie wat dat gekost heeft. Ja, daar staat een schop. Ik ga schop halen. We gaan de bomen allemaal onder het grond stoppen. Dat er genoeg zand bij zit. Tot ze weer aangroeien. Ja. Wat voor bomen zijn het? Dit is een lindenboom. Ik ga jullie zien. Wat hebben ze dat verteld? Daar hebben ze nadat vertaald. En volgens mij komt het ook omdat die knopjes in de boom hebben. Willy Hansen, vandaag boomfeestdag. En we komen er mager vanaf dit jaar. Nou, hoe bedoel je? Er zijn heel veel bomen, zie ik. Nou, hier komen er inderdaad 11. Maar we gaan over een paar weken aan de gang aan de Hooggevecht. Dus de Nieuwe Rondweg. En dan komen er 123. En dat kon vandaag niet? Nee, dat kon vandaag niet. Omdat de bomen die moeten afgehaard zijn. Hè. Daar moet een keer een beetje vorst overheen komen. En dat is dit jaar onvoldoende gebeurd. Dus we hebben van de kweker begrepen dat we nog eventjes moeten wachten. Dus we moeten eigenlijk een beetje een vorst afwachten. En dan als dat gebeurt, dan komt het alsnog. Dus dat kan over 2 weken zijn, dat kan over een maand zijn. Maar we gaan dan wel aan de gang, ook langs de Nieuwe Rondweg. En dan komen er 123. Ja, hier bij Leerrijk linden. Dat zijn flinke linden. Het zijn geen boompjes. Nee, dat zijn mooie bomen. Dat is eigenlijk wel jammer, want het moet opnieuw. We hebben hier vorig jaar ook gestaan. Alleen deze bomen zijn vernield toen. Er stonden toen wel wat kleinere, maar die hebben ze toen vernield. Dat is heel jammer. We hebben de daders wel te pakken. En dus daar zijn we wel blij mee. En dan wordt schade verhaald. En de schade moet je niet onderschatten. Want als dit hele projectje zoals hier staat, dat kost de gemeenschap toch 6.000 à 7.000 euro. Maar die schade gaan we dus wel verhalen op de daders.